Ik ga beginnen met de eerste identiteit. Stel, ik begin met de sinus van min alfa. Nou, als we naar het eerste plaatje kijken, de sinus van alfa, dat is niks anders dan de y-coördinaat van punt Q. Want min alfa betekent dat ik vanaf het startpunt de positieve x-as naar beneden ga en de sinus gaat over de y-coördinaat van punt P bij deze hoek. Dus dat is de y-coördinaat van Q. Maar de y-coördinaat van Q, dat is hetzelfde als de y-coördinaat van P. Ja, niet helemaal, dan moet ik er nog een minnetje voor zetten. Ja, want het is eigenlijk gespiegeld. En de y-coördinaat van P, dat is de sinus van alfa. Dus als ik daar nou ook een minnetje voor zet, dan zorg ik er eigenlijk voor dat deze twee stukken gelijk zijn aan elkaar. En dat is de eerste identiteit die ik nu met behulp van de eenheidscirkel heb aangetoond. En zo ga ik dat met nog meerdere doen. De tweede. Stel ik heb min de sinus van alfa. Dan is dat gelijk aan, nou, de sinus van alfa was de y-coördinaat van P, dus daar zet ik weer een minnetje voor. Nou, dat is hetzelfde als de y-coördinaat van Q. Maar dat is ook hetzelfde als de y-coördinaat van punt R. Kijk maar goed mee, de y-coördinaat van Q en de y-coördinaat van R moet gelijk zijn, want bij beide zit een hoekje van alfa ten opzichte van de positieve x-as. En de y-coördinaat van R, dat is hetzelfde als de sinus van de hoek, ja, hoe je in punt R komt. En dat is alfa plus pi. Dus op deze manier heb ik de tweede identiteit aangetoond. Min sinus alfa is altijd gelijk aan de sinus van alfa plus pi. Dan de derde identiteit. De cosinus. Als ik naar de cosinus van alfa ga kijken, de cosinus van min alfa, nou, dan is dat gelijk aan de x-coördinaat van q. Bij min alfa kom ik bij punt q uit en de cosinus gaat over de x-coördinaat. Maar dat is hetzelfde als de x-coördinaat van p. En nu hoef ik er geen minnetje voor te zetten, want de x-coördinaat van q en de x-coördinaat van p, ja, dit is allebei hetzelfde. En de x-coördinaat van p is de cosinus van alfa. Dus dat betekent dat de cosinus van min alfa altijd gelijk is aan de cosinus van alfa. En dan de vierde. Nou, als ik nou heb min de cosinus van alfa. Nou, de cosinus van alfa is de x-coördinaat van p. Nu zet ik er wel een minnetje voor. En min de x-coördinaat van p is natuurlijk hetzelfde als min de x-coördinaat van q. Want we zagen net dat de x-coördinaat van p en de x-coördinaat van q hetzelfde zijn. Maar dit is weer hetzelfde als de x-coördinaat van r. Bedenk maar dat punt r eigenlijk gespiegeld ligt. Dat betekent dat je die x-coördinaat vindt door de x-coördinaat van q keer min 1 te doen. En dan valt het minnetje eigenlijk weg. En dat is gelijk aan de cosinus van alfa plus pi. Dus of ik nou een sinus of een cosinus heb, als er een minnetje voor staat, dan kan ik daarvoor zorgen door bij de hoek binnen de haakjes er pi bij op te tellen. Dat is eigenlijk regel 2 en regel 4. Dat werkt dus bij de sinus en de cosinus soortgelijk. Nou, dan gaan we naar de tweede cirkel. En dan ga ik de vijfde identiteit aantonen. De sinus van alfa plus een half pi. Als we gaan kijken waar we dan zitten, alfa geeft me hoek P en een half pi erbij optellen, dan kom ik in punt S uit. Dus dit is de y-coördinaat van S. Maar de y-coördinaat van S is hetzelfde als de x-coördinaat van P. Nou, waarom? Omdat driehoek O, P accent P, precies hetzelfde is. Dus niet alleen gelijkvormig, dat is precies hetzelfde als driehoek O, S accent S. Kijk maar, lijnstuk OS, dat is gelijk aan OP, want dat is allebei de straal van de cirkel. En je ziet bij beide hoek alfa en de loodrechte projectie naar de as toe. Dus omdat die twee driehoeken hetzelfde zijn, moet wel gelden dat de y-coördinaat van S, en ik zal het hier aangeven, de y-coördinaat van S, dat is niks anders dan de lengte van dit lijnstuk. Dat moet wel hetzelfde zijn als de x-coördinaat van p, want dat is de lengte van dit lijnstuk.
En waar was de x-coördinaat van p gelijk aan? De cosinus van alpha. Met behulp van deze identiteit kun je dus altijd een sinus omschrijven naar een cosinus. En dat kan heel erg handig zijn bij het oplossen van een goniometrische vergelijking. Want wat als nou links een sinus staat en rechts een cosinus? Of andersom. Dan is het dus mogelijk om dat in elkaar om te schrijven. Nou, dan kijken we naar de derde cirkel. De cosinus van alpha min een half pi. Dan ga ik kijken waar kom ik uit. Alpha, dan zit ik in p. En een half pi omlaag, dat brengt me in punt t. En de cosinus gaat over de x-coördinaat, dus dat is de x-coördinaat van t. Nou, soortgelijk als net is de x-coördinaat van t, dat is de lengte van dit blauwe lijnstuk, gelijk aan de y-coördinaat van p. Dat is de lengte van dit lijnstuk. Kun je dus ook met dezelfde driehoeken aantonen. Nou, dus dit is gelijk aan de y-coördinaat van p. En de y-coördinaat van p is niks anders dan de sinus van alpha. Dus nu hebben we ook een regel hoe je van een cosinus een sinus kan maken. Nou, hier heb ik eventueel ook nog een handig ezelsbruggetje voor. Je kunt twee lijnstukken tekenen die loodrecht op elkaar staan. En we hebben geleerd de sinus. Die lees je op de verticale as af en de cosinus die lees je op de horizontale as af. Nou, nu kan ik het volgende doen. Hoe kom ik van de sinus naar de cosinus? Dat is een negatieve draaiingshoek, want je gaat met de wijzer van de klok mee. En dat is min een half pi. Dus ik schrijf het hier meteen op. Hoe kan ik van de sinus naar de cosinus? Door de hoek te pakken die ik heb, dat is alpha, min een half pi. En andersom kun je bedenken van de cosinus naar de sinus, dat is een positieve hoek, dus dan moet ik er half pi bij optellen. En dan krijg je de cosinus van alpha, dat is gelijk aan de sinus van alpha, plus een half pi. Dus dit is puur een ezelsbruggetje. En de identiteiten, die heb ik natuurlijk net aangetoond waarom het gelijk is aan elkaar, maar... Ja, dit is een manier waarop je het misschien wat makkelijker voor jezelf kunt onthouden. Goed, dan ga ik door naar de zevende identiteit. Want kijk eens in driehoek O, P, accent P. In driehoek O, P, accent P. Want wat geldt hier? Ja, daar geldt de stelling van Pythagoras. Want het is een rechthoekige driehoek, dus wat kan ik zeggen? OP, accent, in het kwadraat, de rechthoekzijde in het kwadraat, plus de andere rechthoekzijde in het kwadraat, is gelijk aan de schuine zijde in het kwadraat. Maar OP, accent, dat is hetzelfde als de x-coördinaat van P. En de x-coördinaat van P, gaan we dadelijk zien, kan ik ook weer vervangen. Dus je krijgt de x-coördinaat van P in het kwadraat, plus de y-coördinaat van P, in het kwadraat. En de schuine zijde bij de eenheidscirkel is gewoon gelijk aan 1. Dus dat wordt dadelijk 1. Nou, de x-coördinaat van P, dat was de cosinus. Dus je krijgt cosinus kwadraat alpha plus sinus kwadraat alpha is gelijk aan 1. En dat is dus ook een identiteit die je nu kunt aantonen met behulp van de eenheidscirkel. Nou, dan heb ik de laatste. En dan teken ik eerst een rechthoekige driehoek. Ik teken de rechthoekige driehoek A, B, C. En hier zit hoek alpha. Nou, wat ga ik aantonen? Dat de tangens gelijk is aan de sinus gedeeld door de cosinus. En dan schrijf ik eerst dit op. De sinus van alpha, nou, dat is gelijk aan BC, de overstaande rechthoekzijde, gedeeld door de schuine zijde. En de cosinus van alpha, dat is gelijk aan de aanliggende rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde. Nou, let op. De tangens van alpha, dat is gelijk aan de overstaande rechthoekzijde
gedeelde de aanliggende rechthoekzijde. En dan kan ik het volgende doen. Ik kan gaan vermenigvuldigen met 1. En dan ga ik nu wel een hele handige 1 kiezen. Ik ga het hiermee vermenigvuldigen. En waarom doe ik dat? Omdat je bij de sinus en de cosinus ziet dat beide noemers AC zijn. Dus waar zorg ik nu voor? Teller keer teller, dat wordt BC keer 1 gedeeld door AC. Nou, dat is hetzelfde als BC gedeeld door AC. En in de noemer krijg je nu AB gedeeld door AC. Ik zal er haakjes omheen zetten voor de leesbaarheid. En kijk maar wat hierboven staat, BC gedeeld door AC, dat mag ik gewoon vervangen door de sinus van alfa. En AB gedeeld door AC, dat mag ik vervangen door de cosinus van alfa. En hiermee toon ik de laatste identiteit aan. De tangens van alfa is dus gelijk aan de sinus van alfa gedeeld door de cosinus van alfa. Hier heb ik in vorige video's al gebruik van gemaakt, maar nu weet je ook waarom dat zo is. Hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.